De jarige staatsolie heeft zaterdag op de rotonde in het district Saramaca het monument Ja-knikker onthuld. Op de Ja-knikker prijkt de slogan Vertrouwen in eigen kunnen aan twee zijden. Aan de andere zijde wordt er geput uit een inspiratiebron. Het monument is onthuld door districtscommissaris Sherin Bansi Durga en de CEO van staatsolie Rudolf Elias. De DC is erg ingenomen met het monument dat volgens haar een bijzondere betekenis heeft voor jongeren. Suriname is van staatsolie en staatsolie is van Suriname, zou u kunnen zeggen. Vandaag, dus na 40 jaar, als deze ja-knikker als monument op de rotonde Driesprong is geplaatst en onthuld, zal dit een bijzondere betekenis hebben voor de jongeren en het nageslacht van Suriname. Waarom, zult u denken? Omdat wanneer er over een jaar of twee offshore olie, dus op zee, middels gigantische platformen en moderne technologie gewonnen zal worden, zal deze ja-knikker hier als monument ons altijd herinneren hoe staatsolie ooit was begonnen. DC Sherin Bansi Durga. Reka Bisunbar, directeur van staatsolie Saramaca, legt toe dat gekozen is voor het bewegend monument om Suriname eraan te herinneren waar en hoe staatsolie begonnen is en dat wij zelf onze ontwikkeling ter hand kunnen nemen. Om een bedrijf te laten continueren, je groeit, je wordt volwassen 10, 20, 30, 40 jaar, maar we willen veel langer blijven bestaan, moet je ervoor zorgen dat je het voortbestaan veilig stelt. En dat doe je door jonge, getalenteerde mensen voor te bereiden om die groei verder gestalte te geven. Een jong, dynamisch managementteam is voorbereid die ervoor moet zorgen dat de groei van staatsolie verder gewaarborgd wordt. Aldus Reka Bisunbar, directeur van staatsolie Saramaca, afgelopen zaterdag bij het onthullen van het monument Ja-knikker in verband met de verjaardag van staatsolie. Volgens directeur Elias heeft staatsolie meer te vieren. Dochteronderneming GoTo is in 2013 opgericht en op 13 december 2015 begonnen met de verkoop van hun eigen brandstof.